KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Joke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Oude krantenboer, weet je al, jongen. Hannes Kortelon, de oud-papierkoning van Zuid. Je haalt het zelf op en hij verdeelt de buit. Oh, wat zijn we weer lollig vanavond. Jullie moeten in de Luxor gaan staan. En Hannes, ben je een beetje tevreden over die meisjes van ons? Ja, heel tevreden. Ik weet niet of jij het weet, Hannes, maar de slavernij is al lang afgeschaft. Hoor. Geef eens een beetje behoorlijk prijs in de kilo. Zit daar nou maar niet over in de war, dat doe ik echt wel. Ze zijn 2 dagen bezig, ze hebben 37 gulden. Zeg, vinden jullie het zelf nou eigenlijk ook niet een beetje een schande dat je die vrouwen het zware werk laat doen? De hele dag met zo'n bakfiets door de stad. Schei eens uit, dat wouden ze toch zelf? Trouwens, het is heel goed voor zus, krijgt ze lekkere harde kuiten van. En weet je waar al dat geld voor is? Voor een cadeau voor mijn schoonmoeder, een elektrische wandklok. Is volgende week 40 jaar getrouwd, je hebt nog een zandloper. Ja, dat is een... Jij kent zijn schoonmoeder niet, maar zijn schoonvader is voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede, hoor. Ja, en hij maakt grote kans dat hij hem krijgt ook, want mijn schoonmoeder, het is dat de SS al bestond, anders had zij hem opgericht. Aha, daar hebben we de zilvervloot. Heel goed, zusje, heel goed. Nog even doorgaan, ik en zo mee naar de Tour de Front. Dat hebben we toch met ze getroffen, hè, Hannes? Zelf steken ze geen poot uit. Gaan ze ons ook nog uitstaan lachen? We hebben de hele tarwebuurt gedaan, Hannes. En moet je eens even kijken. Nou, meiden, jullie hebben niet stilgezeten. Dat ligt zeker voor een joet. Zeker voor een joet, zo. Dat is 5 piek de man. Voor een hele dag fietsen. Peter Post zou jaloers op jullie wezen. Hé, hey, kijk eens even je kabus. De lach. Bedankt, zus. Dan blijf jij met je fikker vanaf. Niet de lasten, ook niet de lusten. Zo is dat. Nou, Hannes, negen maar. Ik ben doodmoe. Kunnen we naar boven? Simon, de kegels staan smachtend op ons te wachten. Ja, Jacobus, je hebt gelijk. Plus ook wel een biertje. Als je straks maar zachtjes doet als je boven komt, want ik ga meteen onder de wol. Zachtjes doen? Je dacht toch niet dat ik boven de gesnork van jou uit kon komen? Dat jij nou helemaal niets voor mijn ouders over hebt, hè, Jaap? Het is dat zus me wil helpen, anders stond ik er helemaal alleen voor. Vind je dat nou zelf ook niet een beetje treurig? Treurig? Die moeder van jou, die maakt me treurig. De tranen die ik voor dat mens vergoten heb, daarmee vul je het hele sportfondsenbad. Nou ja, spotbordenfonds! Het zijn er toch een kinderachtige ventjes. Het is onze eigen schuld, nou. We zijn er ooit een keer verliefd op geworden. Ja, begrijp jij het, begrijp ik het. En nou zit hij kennelijk zo knijp in zijn zitten dat hij zijn vrouw oude kranten laat ophalen. Echt waar, joh? Ik heb daar gisteren zien rijden. Samen met die vrouw van Stokvis. Op een bakfiets. Niet te geloven. Nou, geloof het maar wel. Nel zat tussen de oude kranten en zus maar trappen. Die meid die kent wel fietsen, zeg. Kon er met de bus nauwelijks bijhouden. Dat je vrouw laat doen, hè, dan... Dan moet je toch wel heel erg op zwart zaad zitten, niet? Ah, je eigen schuld. Jaap, die kan toch helemaal niet met geld omgaan? Je hebt een gat in zijn hand zo groot als morgen de hele dag. Goedemiddag, helden van de Rotterdamse elektrische tramhalte. Mannen, ik heb me vanochtend toch lekker gewerkt, zeg. Hey. Wij zitten in de Rio onder de energiehal. En daar was gisteravond tot het optreden van die Cliff Richard. Hey? Nou vind ik dat persoonlijk een scheidartiest. En ik ben kennelijk de enigste niet, want er zit me toch een verstopping, zeg. Hey. Dus Huip Scholten die zegt tegen mij, hij zegt, Simon, daar komen we nooit doorheen. Ik zeg, oh nee, Huipie, dan moet jij eens opletten. Dus ik begin te zingen. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living, droll. En in één zeg ik, alles verdwenen, hoor, hey, als sneeuw voor de zon.
Zo, Simon. Kip. Jij hoeft niet op een dubbeltje te kijken. Dat is logisch, hè, met een dubbel inkomen. Dat jij hier nog tussen de middag komt eten, joh. Dat je niet bij het witte paard zit. Ga je eens uit, dan kost de klauwen met geld. Nou, daar zul je nou toch wel genoeg van hebben. Jij laat je vrouw toch werken? Hé? Ja, Karel te zien rijden. Met oude kranten. Samen met Nelly Kooijman. Dat? Nee, joh. Nee. Ze zijn aan het sparen voor een elektrische wandklok. En daar laat je dan die vrouwen voor werken? Tuurlijk. Het is niet voor ons, het is voor een cadeau. Ja, maar dan kunnen jullie toch wel een handje helpen? Nee. Het is voor Jaap's schoonmoeder. Oh. Die is binnenkort 40 jaar getrouwd. Nee, dan begrijp ik het. Eer ik op een bakfiets ging zitten voor mijn schoonmoeder. Nou, Karel. Hey. Om de weg te brengen als ze in de kist leg. Mannen! Hé, Jaapie! Hey, Jaap! Karel hebt ze gezien, hoor, die meiden van ons. Ja, twee bakvissen op een bakfiets. Mannen, even serieus. Hebben jullie eigenlijk wel een encyclopedie? Hé? Een achtdelige encyclopedie? Nieuwste van het nieuwste is bij mij te koop. Hallo, een encyclopedie. Weet je wel wat dat kost? Bij mij zijn ze te koop voor weinig. 2 tientjes het stuk. 2 tientjes voor een achtdelige encyclopedie? Ik ken toch helemaal niet, joh? Heb ik helemaal niet nodig, een encyclopedie. Ik weet alles al. Dan niet, Simon, dan niet. Dan gun ik het gewoon mijn oude, trouwe collega's van de RET. Nou, als het waar is wat je zegt, dan wil ik er wel een. Want voor 2 tientjes kun je toch niet zonder zitten? Ja, doet mij er ook mee. Oh nee, hey, doet er maar 2. Ook eentje van mijn hospita, die is gek op lezen. Heel verstandig, mannen. Ik zal zorgen dat ze morgenmiddag hier op de RET zijn. Een encyclopedie. Ja, moet ik wel even een boekenkastje timmeren, maar dan staat hij ook meteen vol. Ja, Karel, want wat zou het zijn? Toch gauw een meter, hè? Ja. Wat is dat, Jacobus? Ingebroken op de hogeschool? Simon! Een goudmijn. Wat mij gebeurt. Er zit vanochtend bij mij op de bus een keurige man. Die heeft een boekhandel, maar die is failliet. Zijn compagnon is er met de poen van Noor. Je kent dat wel. En die biedt mij aan 5 encyclopedieën. Zo. 5 achtdelige encyclopedieën. Zo. Voor Simon 10 gulden stuk. Zo. Ja, ik heb natuurlijk alle ingebonden jaargangen van de George en Jimmy, maar daar heb ik helemaal meer van betaald. Dit komt maar 1 keer in je leven voor, Simon. We gaan ze morgenmiddag halen bij die grote. Het is hier vlakbij, op een Katerrechtse Lage Dijk. Ik verkoop ze hier aan die gasten voor 2 tientjes het stuk. 100% winst. Zo. Dat is 2 keer zoveel. Echt waar? Ja, dat weet je. Nou, daar kun je nagaan. Maar, Jacobus, heb je natuurlijk wel 50 gulden startkapitaal nodig. Kom je daar dan? Dat is geen enkel probleem, Simon. Laat dat maar aan mij over. Dit is de kip met de gouden eieren. Hey. Ja, dit niet, maar is wel lekker. Best to please her just 'cause she's a living love. She satisfies my soul. Wil jij nog een kopje thee, ja? Ik wil dat geld, Nel. Vanavond heb je het terug. Daar hebben we het tot midden in de nacht over gehad, Jaap. Dat geld is voor mijn moeder. Dat huwelijksfeest is toch pas over een week. Dan heb ik toch nog tijd genoeg om dat cadeau te kopen. Leen mij nou even dat geld. Vanmiddag verkoop ik de boeken met 100% winst. Vanavond heb je het terug. Een encyclopedie voor 1 tientje. Jaap, laat je toch niet in de maling nemen? Oh, dus we hebben er nou ineens verstand van. Mevrouw is een keertje over de boekenafdeling van Ter Meulen gelopen en weet er ineens alles van. Mevrouw heeft een keertje geluisterd naar dokter P.H. Ritter junior en is ineens een literator. Dit gaat over encyclopedieën, Nel, niet over Joop ter Heul. Ik heb niet 3 dagen op de bakfiets gezeten om dat geld in de waagschaal te stellen, Jaap. Hé, hey, Hannes, kom verder. Morgen, Nel. Adi, Jaap. Hannes. Jij bent een koopman. Kopje thee, Hannes. Ja, lekker. Als jij nou 50 gulden had voor te investeren en je knipt het met je ogen en het was een meier, wat zou jij dan doen? Meteen toeslaan. Nou, hiero.
Je hoort het. Maar, Hannes, die 50 gulden zijn van mij. En de koopman is hij. Oh. Ik moet er nog even over nadenken. Twijfel jij aan mijn zakelijk inzicht? Zakelijk inzicht? Nee hoor, Jaap, daar twijfel ik geen moment aan. Moet je kijken hoe je erbij zit. Zit het onderkomen van een succesvol zakenman of niet? Hm. En dan heb je ons chalet in Zwitserland nog niet gezien, Hannes. Nel, ik heb hier de afrekening voor 3 dagen. Jullie hebben opgehaald voor 53 gulden 11 cent. Je hebt 37 gehad. Resteert er dus 16 gulden en 11 cent. Nou, dat is toch een fantastisch succes? Zeker. Ruim voldoende voor die wandklok. Ja, bedankt voor de thee. Ik ga weer aan de slag. Heb je nou gezien, Jaap? Zo verdien je geld. Gewoon 3 dagen buffelen met een bakfiets. Oud papier, dat schiet toch niet op, man. Dat zet toch geen zoden aan de dijk. Nee, mijn grote voorbeeld is Cornelis Verholmen. Nou, je denkt toch niet dat die ooit met oude kranten heeft gelopen? Nou, wat let je. Ga je toch lekker boten bouwen? Bij de Holland-Amerika-lijn zullen ze je met opa hem ontvangen, hoor. Ja, ik hoorde net nog op de radio dat de Nieuw-Amsterdam aan vervanging toe is. Bedankt, Hannes. Tot kijk. Dag wel. Cornelis? Nou, Jaap. Werk ze? Ik ga nog even een uurtje liggen. Ik ben doodmoe van die 3 dagen. Ja, natuurlijk, meid. Ga even lekker liggen. Dat heb je nog wel verdiend, hoor. Wel trusten. Vanavond. Zal ik de radio even voor je aanzetten? Ja, dat is goed, maar niet te hard. Zo. Hier is Hilversum 1 met de waterhoogte van hedenmorgen meegedeeld door de Rijkswaterstaat. Constant 283. Min 3. Rijnvelden 276. Min 9. Rijsdag 227. Min 11. Ik dacht dat zus waar was. Ja, Simon, alles wat ze weten in de wereld staat hierin. Dat is allemaal dun drukpapier. Anders hadden we het natuurlijk nooit in maar 8 delen gekend. Dat vind ik een hele mooie uitvinding, hoor, ja, de encyclopedie. Doe maar denken aan de strontschep. Ja, de encyclopedie is om je eigen ergens in te verdiepen. En dat geldt voor de strontschep natuurlijk ook. Nee, dat zie je toch verkeerd, Simon. Kijk, jij kruipt daar onder de grond, maar dit is om de mensheid te verheffen. Op te stuwen naar grote hoogte. Dat is allemaal heel betrekkelijk, hoor, Jaap. Zonder diepte is er ook geen hoogte. Vraag maar aan Jan van Schaffelaar. Goedemiddag. Hey. Zo, Jaap, dat ziet er indrukwekkend uit. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Alles wat jullie weten willen staat hierin. Kilo's aan wetenswaardigheden. Henkie, til jij mij voor de aardigheid eens even zo'n pakket op. Zo, dat het mijn hospita zwaar was. Ja. Fantastisch, Jaap. En dat voor maar 2 tientjes. Ik heb het jullie toch gezegd, mannen. Jullie hebben een heel verstandig besluit genomen. En daar ben ik blij om. Want dat betekent dat de wetenschap die jullie straks dankzij mij gaan vergaren... ook aan jullie is besteed. Ik doe dit echt niet voor de centen. Het is voor mij heel veel belangrijker dat jullie verder komen in de wereld. Dat jullie je ontwikkelen. Ja, binnenkort stijgt het IQ van de RET 5 punten hoger op de schaal van Richter. Ah, zeker weten, Simon. Kijk, ik doe het natuurlijk ook een beetje voor mijn eigen. Het is voor mijn eigen ook leuker dat ik altijd met mijn collega's eens over andere dingen kan praten dan alleen nog maar de toto. Ja, maak het nou eens eentje open, hè? Ja. Laten wij even plechtig bij dit moment stilstaan. Ik ben eigenlijk... Mozes. Het uitverkoren volk had dorst. Mozes sloeg op de rots en er kwam water. Jullie zijn ook uitverkoren, want jullie dorsten naar kennis. En dankzij mij kennen jullie nou... kennis nemen van de bron, der kennis en der verstand.
en der wetenschap. En mag het al aan mijn vergund zijn om mij als eerste aan de bron te laven? De R. De R? Ja, wat kan de bron mij vertellen over de riool? Ah. Zit een beetje vast, Jaap? Nieuwigheid, Simon. Bij Mozes ging het ook niet meteen de eerste keer goed. Vandaar dat Mozes 40 jaar door de woestijn heb gelopen. Hoe ken dit nou? Nou ja, daar gaan wij nog heel wat van opsteken. Ja, dat ziet er behoorlijk wetenschappelijk uit. Ja. Mijn 50 gulden! Hebt u gekocht? Van het oude papiergeld van die meiden. Fijne koopman. Ik leg genoeg voor een zandbak. Ik kan niet altijd nog een speeltuin beginnen. Ik ben langs geweest bij Galerie Modern. Oh, wat fantastisch, meid. We hebben 53 gulden en 11 cent. Oh, mag ik het even zien? Tuurlijk. 53 gulden en 11. 53 gulden en 11. Nel, dan kan je de duurste kopen. Je bent toch zo'n schat dat je me hebt geholpen. Zonder jou had ik het echt niet gered. Je had voor mij toch hetzelfde gedaan. Helemaal niet. Gekheid, meid. Je bent echt een schat. Kijk eens even aan. De schatkist. 53 om 11, zei je? Ja, dat heb jij en ik toch maar mooi verdiend. Is dit wel de goede schatkist? Hoezo? Zie de bodem. Ja, Boyman. Nee, hè? Hij had weer een handeltje. Hij wilde het van me lenen. Nou heeft het gewoon gepikt. Oh, wat erg voor je, meid. Hoe kan die nou zo gemeen zijn? Nou, laat je niet in de steek, hoor. He? Begin er gewoon opnieuw. Simon. Ja. Sterk. Simon Starkvis, wist jij hiervan? Simon? Simon? Simon Starkvis, wist jij hiervan? Het had toch kunnen lukken, nou, hè? Moet je kijken. Niet van echt te onderscheiden. Van wogen loodzwaar. Volgen gaat met zand. Al het geld van mijn moeder opgemaakt. Gemeen, Rick. Ja, ik ben nog even terug geweest, hoor. Maar ja, die gozer was al weg, natuurlijk. Hier ook. 3,11 gulden, die had ik nog over. En ik heb je nog zo gewaarschuwd. Ja, daar ben jij goed in, Nel. In waarschuwen, hè? Jaap, doe dit niet. Jaap, doe dat niet. Nooit eens met me meedenken. Ik ben altijd aan het bouwen, Nel. Jij breekt alleen maar af. Ik wil verder, Nel. Ik wil hogerop. Ik weiger me neer te leggen bij de pakken. Als het aan jou zou leggen, dan zaten we in deze griebus hero tot aan onze dood. Maar ik zal vechten voor een beter bestaan. Ik worstel en kom boven. Jij worstelt wel, Jaap, maar je komt nooit boven. En hoe komt dat, Nel? En hoe komt dat omdat jij nooit als één man achter mij staat? Ik sta altijd overal alleen voor. Ik zit maar gas te geven. Het enige wat jij doet is remmen. Wanneer word jij nou eindelijk eens een keertje volwassen? Wanneer ga jij nou eindelijk eens een keertje inzien dat het leven geen speeltuin is? Wanneer ga jij nou eindelijk eens een keertje verstand gebruiken? Misschien wel nooit, Nel. Misschien wel nooit. Ik zal blijven vechten voor mijn dromen. Dromen zijn bedrog, Jaap. GELACH
Ik ga het kegelen. Dat had jij gedroomd. Ik heb een hele andere sport voor jou in petto. Petje af voor mij. Ik heb diepe bewondering voor jou, hoor. Want denk erom dat het niet meevalt in je eentje op zo'n bakfiets. De hele Rozenstraat uit, de brug over, terug de Maastunnel onderdoor. En dat allemaal voor je schoonmoeder. Lekkere jongen ben jij. Gaat kegelen, laat mij in de steek. Hallo, ik heb die zandbak niet gekocht, hoor. En zeker niet voor het geld van mevrouw. Daarom kan ik je nog wel even helpen. Onmogelijk, ja, het is onmogelijk. Ik moet in training blijven. Van den Berg heb zo'n pan gehakt staan. Lekker biertje erbij. Noemt zich een vriend. Andersom zou ik jou geholpen hebben, hoor. Fijn om te weten, Jaap. Weet jou niet. En dus ben je. Mussert, zou jou nog een puntje kennen zuilen? Kijk eens, zus. De eerste paar kilo's heeft hij al. Wat zijn we weer bij de hand? Jaap, ik heb Nel uitgenodigd voor de bios. Leuk, hè? Nou, lach maar rot. In Colosseum draait Spartacus met Kirk Douglas. Jammer dat jij niet mee kan, hè? Spartacus, de opstand der slaven. Heel toepasselijk, vind je niet? Oh ja, ja, maar je hoeft je helemaal niet te haasten, hoor. Want wij zijn zeker niet voor tienen thuis. En begin maar in de stad, want Zuid hebben wij al gehad. Jap. Zet mij even af bij de kegelclub. Wil jij wegwezen? Dat heb je toch wel over voor je vriend? Als jij niet maakt dat je wegkomt, stokvis, dan trek ik even de kop van je romp. Ik ga toch niet in mijn eentje kegelen, man. Ik ga jou helpen. Echt waar? Ik laat je er niet stikken. Simon, je bent het einde. Trouwens, oude krant ophalen is mijn lust in mijn leven, hoor. Misschien zit de lach er wel weer bij. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living, crawling. Got to do my best to please her, yes,